Thijs, wat was jouw plan in ja, Almere? <laughs> um, nou, ik vond het een, een geweldig opwindend idee om in dat uh, totaal lege landschap, wat ik goed kende, omdat ik van Amsterdam, uh, waar het architect in Lelystad een, een ontwerp maakte, van het ZZW-gebouwen Rotenbene. Zuiden zeewerken. Zuiderzeewerken. En um, ik ging uh, daar per maand ging ik een keer naartoe en dan over de uh, dijk van F Flevoland. En dan uh, was aan de rechterkant het grote leegte riet en watergonzen. En uh, aan de rechterkant had je het, het Eimeer, en, uh, of de Zuiderzee eigenlijk. En. Uh, nou ja, zo kende ik dat gebied als een, als een grote leegte. En uh, toen, ja, toen kwam mij te horen dat er een, een, een stad gepland was in dat gebied. En uh, het, het projectbureau werd uh, opgericht. En ik dacht, nou, dit is een, een fantastische kans om, uh, om mee te werken aan dit uh, ontwerp. En uh, ik ben daar, Dirk Vrieling, dat was de, 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 de projectleider. Um, gestapt en uh, ik heb hem nou, verteld over... Ik, ik kende hem vanuit Delft van de studie. Um, ja. En Dirk zei direct, kom maar uh, meedoen. Uh, um, ik vond dat je moest integreren met, met de omgeving. En eigenlijk speelt dat integreren speelt ook voor Almere een rol... maar daar ging je integreren met de grote natuur, zeg maar... En, um, en dat idee van een polynucleaire stad, uh, met, met landschap zeggen, tussen de kernen, dat vond ik ook een, een fantastisch idee om een soort uh, harmonie te krijgen tussen wonen en, uh, en, en natuurbeleven. En wat me ook enorm altijd geboeid heeft, dat is de integratie van, uh, van functies. Um, wonen, werken. wonen, uh, recreëren. Uh, dat niets op zich alleen staat. Maar dat er gewoon dat er een, een inspirerende mengvorm is van, uh, van functies. En dat, ik moet zeggen, dat is in Almere is dat bijzonder goed gelukt. Ik heb een, een aantal projecten gemaakt die. De, 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 de grens op hebben gezocht van wat, wat normaal was, gebruikelijk. Um, zoals um, de fantasie en de realiteit. Dat waren gewoon fantasiehuizen die buiten de bouwverordening gemaakt konden worden, omdat ze maar vijf jaar mochten staan. En, maar ik heb ook een woongroep uh, uh, gevormd: mensen bij elkaar laten komen, laten praten over. Hoe zou je nou willen wonen? Uh, en hoe meng je de individualiteit en het, het, het groepsgebeuren? En dat is in de, in de woongroep de bierden is dat, uh, is dat een, een heel goed gelukt, eigenlijk. Daar hebben we een collectieve ruimte um, in een, voor grote feesten en partijen, Daar kun je makkelijk met 50 man kun je daar gewoon, uh, een gewoon feest hebben. Met een, een grote eetkeuken erbij. En, uh, en dat je samen uh, meer kunt doen dan alleen. En dat dat heel veel uh, ja, gezelligheid oplevert. En dat is uh, gewoon uh, ja, is, is gelukt. En het bezielt je? Um, nou, um, mm, mm, ik, ben, ik ben behoorlijk creatief. Dus ik vind het leuk om. Dingen te verzinnen en die ook te realiseren.